We gaan nu inloggen als leraar. Vul je gebruikersnaam in, wachtwoord en log in. Nu zul je zien dat hier staan je leerlingen. De leerlingen zijn onderverdeeld in subklasjes. In je klas heb je allemaal groepjes gemaakt en die klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. genoemd. Hier staan je groepen en dat zijn wederom weer de verschillende klasjes. Als je terug naar home gaat, zul je zien dat hier goed te keuren opdrachten komen. Hier ziet u de goed te keuren opdrachten. Alleen door de geluiden goed te keuren, kunnen de leerlingen verder gaan met hun mix.